Dit is de Spectra elektrode gel. Een gel die je gebruikt om je hartslagmeterband zoals deze beter te verbinden. Dat wil zeggen dat deze pads beter met je lichaam verbinden. Voor als je bijvoorbeeld een droge huid hebt of het is winter, dan kan het zo zijn dat je hartslagmeter niet super snel verbindt. En dan is zo'n elektrode gel op zich wel handig. Ze noemen het ook wel ECG gel of gewoon hartslagmeter gel. Wordt ook gebruikt in de medische industrie om gewoon, ja, zeg maar, als van mensen dus dingen moeten meten op het lichaam. Je ziet heel vaak van die stickers, pleisters, van die plakkers. Dan wordt ook heel vaak zo'n elektrode gel gebruikt. Dus eigenlijk uit de medische sector, maar voor sporters in mijn ogen heel handig. Dit is een gel en ik heb hem getest. En op zich, dit is wel prettig dat hij niet al te dun is. Zodat je echt dit op de elektrode smeert. En normaal doe ik het niet eens eerst op mijn vinger. Dan doe ik het echt zo erop. Zo. En dan doe ik hem zo op mijn lichaam. En dan is de verbinding gewoon nog beter tussen je hartslagmeter en de hartslaghorloge. Of de hartslagmeterband in je telefoon of wat je dan ook gebruikt. Dat maakt op zich niet zoveel uit. En daar is deze Spectra 360 gewoon in mijn ogen erg geschikt voor. Nou, ik zal een link zetten naar de test van alle elektrode gels. De test. Maar om dat niet spannender te maken dan het is, deze heeft wel mijn voorkeur.